Afgelopen zaterdag sloot PSV onder 19 het competitiegedeelte voor de winterstop af met een 3-0 overwinning bij NEC. De ploeg van Geert Brusselers eindigde daarmee als vierde op de ranglijst en dat was meer dan voldoende voor plaatsing voor de kampioenspool na de winterstop. Tegen VVV begon PSV goed. 13 minuten zijn er gespeeld en het is al 1-0. Het is een eigen doelpunt van Rick Teunissen. Martijn Berde, hij leek op weg naar de treffer, maar Teunissen zette zijn voet dus tegen de bal en passeert zijn eigen doelman. En zo dus de voorsprong voor PSV onder 19. Hij de ongelukkige man, Rick Teunissen dus van VVV. Die ploeg staat op een 7e plaats in de eerste divisie voor A-junioren. PSV dus, zoals gezegd, 4e in de eredivisie. Dit is Groeneveld met het schot. De redding is daar van Stefan Tielemans. De bezoekers via Bogaerts. Dit is Jasper de Jonge, die verspeelt de bal aan Berde, maar die doet op zijn beurt hetzelfde. En dus een nieuwe kans voor VVV. Weer via Bogaerts. Dit schot is goed. Wat heet, de bal belandt op de paal. Lasse Mikkelsen komt met de schrik vrij. Van der Moot, het schot, de redding van Tielemans en daar is Groeneveld. En zo staat het nog voor rust 2-0 voor PSV onder 19. In eerste instantie de knappe redding, maar Groeneveld is goed gevolgd. En hij dus met zijn treffer. Berde. De combinatie met Van der Moot. Weer Van der Moot, Groeneveld en Tielemans. En zo zijn de kansen in de eerste helft voor PSV en leidt die ploeg ook met 2-0. Na rust, de bezoekers. Bogaerts, de man die gevaarlijk was in de eerste helft, probeert het hier weer en ook dit scheelt niet veel. Ditmaal zeilt de bal naast het doel van Mikkelsen. En dan is het weer PSV. Natuurlijk veel sterker dan de Venlonaren. Maar het weet het nog niet uit te drukken in meer doelpunten. Dit is weer Groeneveld. Hij ziet zijn schot gekeerd. Hattou met de actie. Nog altijd Jahel Hattou. En dan de overtreding van Jeroen Verkennis. En scheidsrechter Bierings geeft een strafschop. Protesten van VVV. Maar dit is toch echt een penalty. Hattou zelf achter de bal. En hij zorgt voor de 3-0. Geworden 3-0 door het doelpunt van nummer 6 Jahel Hattou. Banani. Groeneveld vraagt alweer om die bal en Groeneveld krijgt de bal ook. En Groeneveld gaat zijn man nog maar eens voorbij. Die Bram Zwane had een zware avond. Groeneveld behoudt het overzicht. Dit is Berden. En de bal op de paal. En zo blijven voorlopig nog meer doelpunten uit. Laatste kans van de wedstrijd is er weer één voor PSV. Groeneveld snijdt naar binnen. Groeneveld met het schot, de bal op de paal. En dan is het de vraag, is die bal volledig over de doellijn geweest? Scheidsrechter Bierings zegt nee. Wij kijken in de herhaling. Het is lastig te zien, het lijkt er wel op. Maar PSV onder 19 wint met 3-0 van VVV.